Wij zijn van mening dat je het zonder beleidsmakers absoluut niet kan. En het is ook heel goed om eens eventjes face-to-face van gedachten te wisselen. Ook informeel, om wat klankbord te krijgen hoe dat zij over een aantal zaken denken. Maar ook om te peilen in hoeverre dat zij ook het enthousiasme wat wij hebben voldoende kunnen overnemen en dat kunnen doorvertalen in het beleid. Heel leerzaam. Je hoort dingen, maar je kunt ook heel snel je vragen kwijt bij degene die er echt over gaan, die er wat van weten. En dat is natuurlijk ook heel prettig. Dan hoor je één wat de problemen zijn, wat het traject nog is, wat er nog te gaan is. Eer dat het helemaal praktisch klaar is en dat het concurrerend kan zijn met andere systemen. Nou, ik denk dat op zich verhelderend is. Alles wat we hier zien, dat nemen we natuurlijk mee naar het provinciehuis en gaan we kijken hoe kunnen we dat vertalen, hoe kunnen we dat stimuleren. Wat je dus in 3 dagen kunt lezen, kun je hier in 1 dag ervaren. En laten we wel wezen, voor onszelf is zo'n werkbezoek ook gewoon hartstikke leuk. Meneer heeft helemaal een idee en die heeft zelfs ook plannen om daar 10.000 auto's van te brengen. Hij heeft een locatie nodig voor een fabriek samen in het ondernemerschap. Ja. Dat is nou typisch waar wij als provincie een rol in zouden kunnen spelen. Ik vind het ook een verplichting om elk werkbezoek te volgen. En dat doe ik ook heel trouw, omdat ik dat ook echt vind, want daar hebben ze ook recht op. Ik vind het erg leuk dat de provincie en de staat in het bijzonder aandacht aan dit bedrijf besteden. Dat ze geïnteresseerd zijn in hoe ontwikkelt dat bedrijf zich. En ik vind het ook erg leuk om met de statenleden daarover van gedachten te wisselen.